Geachte kopstukken, hoe kan ik mij toch in de uitverkoop wapenen tegen die koopjeskoorts, die mij ieder jaar als in een roes dingen doet kopen waar ik normaal niet over zou denken. Mevrouw Jansen, wilt u dat ik het psychologisch zie of biologisch? Kunt u beide proberen? Nee, mevrouw Jansen zei iets. Psychologisch graag. Waarom niet het andere? Nou, we zullen het psychologisch zien. Psychologisch is het vrij eenvoudig. Dan hebt u dus een zwakke wil. Daar kunt u niets aan doen, dat is de schuld van vader en moeder Jansen. Maar u kunt geen weerstand bieden aan de bekoring. En die vrouwen zie ik graag. biologisch, wat u niet wil horen, wou ik u even vragen, bent u een Darwinist? Nou, daar kan ik echt geen antwoord op geven. Nee? Oh, maar dan bent u het waarschijnlijk. Dat zegt u. Weet u niet wat, weet u wie Darwin was? Denk heeft de man dat van iets die met tulpen te maken? Nee, Darwin was een man die meende dat wij van lagere organismen afstammen. Dus uw voorouders zijn wel Jansen geweest? Nee, Smit. Dat komt er toch. Dat komt er toch uit, hè? Dat u van een lager organisme afstamt. Want u bent toch getrouwd met iemand tegen wie u opkeek. En u was blij uit de smitten te zijn. En nu menen heel veel mensen dat Darwin propageerde dat wij van de apen afstammen. Dat is helemaal niet waar. Later onderzoeken hebben uitgewezen dat wij afstammen van de insecten. Waarschijnlijk bromvliegen. Maar dat is ook weer overwonnen, dat standpunt. En nu meen men dat wij afstammen als voorvaders hebben vogels. Omdat die ook op twee benen rondlopen. En wij hebben van de vogels overgehouden een verzameldrift. Nu wordt het een beetje moeilijk, maar er is niets aan te doen. Kijk, tegen de lente hebben de vrouwen een instinct om te verzamelen. Zoals vogels ook dat doen, veertjes en stofjes, voor de nestbouw. En zo zie je alle vrouwen uitzwermen om kleine stofjes te verzamelen. En daar maakt de middenstand misbruik van. ik kom uit een familie van verzamelaars. Geboren mij verzamelde, dat was mijn broer Jan, die had een hele curieuze collectie van doodshoofden. En iedereen hielp hem daarmee. Mijn broer was ook in het begin heel beleefd in die verzameling, maar later werd hij wat grover. We hadden een hele oude oom en je zag zo dat het geen blijventje was. En mijn broer kon zich op een avond niet bedwingen. Die oom zat bij ons thuis te hoesten en toen zei mijn broer Jan, die tikte tegen zijn hoofd. Met de tik van een echte collectioneur. Hij vroeg toen, oom, als u zich niet goed gaat voelen, wilt u wel eens aan mij denken? Heb ik het zo goed belicht, mevrouw?